Vandaag ga ik jou laten zien hoe je een foto als dit kan omzetten naar dit, zodat er maar één bepaalde kleur uitspringt in een zwart-wit foto. Let's go. Voordat ik verder ga met deze video, houd er eventjes rekening mee dat ik altijd een Mac gebruik. Maakt op zich niet zo heel veel uit, maar dat betekent wel dat elke keer als ik zeg command, is het voor een Windows gebruiker control. Nu we dat gehad hebben, is het tijd om de afbeelding die je hier zo hebt meteen te dupliceren door hier simpelweg met rechtermuisklik op te gaan en dan druk je hier op laag dupliceren oké okay. dan heb je hier nou twee lagen en de bovenste laag ga je hier naar aanpassingen toe en dan druk je op zwart wit zodat je ziet dat de bovenste laag hier zo meteen zwart wit is om je nou nog het een en ander aan te veranderen als je bijvoorbeeld echt de zwart wat meer zwart wil hebben zoals ik bijvoorbeeld in deze foto hier duidelijk gedaan heb dan gaan we hier ook even simpelweg naar de tweede laag die we gemaakt hebben. Dus de kopie van de eerste laag. En dan druk je op Command L. En dan kan je de donkere tinten kan je iets wat meer verslepen, zodat je hem zo donker kan hebben als dat je wilt. Dit bijvoorbeeld vind ik persoonlijk wat mooier dan dit. Dus we zetten hem hier ongeveer gewoon naar terug. Iets donkerder nog. Toppie. En dan zie je dat we hier ook twee verschillende lagen hebben. En ik wil het zoveel we mogelijk zien te voorkomen met dingen zoals dit. Dus wat ik dan doe, is ik druk deze laag hier aan. Ik hou Ctrl ingedrukt, of Command voor Mac gebruikers. En ik druk zwart-wit 1 ook aan. En daarna druk ik op Command E, om er één laag van te maken. Om nou te kunnen zorgen dat dat hieronder netjes rood wordt, een soort originele kleur dus. Dat deze kleur gaat aanhouden. Dan gaan we op de bovenste laag, dus wat nou zwart-wit 1 heet. Gaan we een masker overzetten. En dat doe je heel simpel door hier op deze knop te drukken. En zoals je ziet, hebben we hier een wit masker nou overheen. Dat betekent dat als wij hier met een zwart iets overheen gaan, dat het de kleur van de laag daaronder zich aanhoudt. Dus wat wij dan gaan doen is we pakken de paintbrush. En ik zet hem eventjes ietsjes hoger, wat groter, want dat is wel zo makkelijk. En ik zoom hem een beetje in. En je zal vanzelf zien dat als ik hierop druk, dat het de kleur van hier de laag daaronder aanhoudt. Dus, het makkelijkste is om te doen om eerst redelijk groot te beginnen en van binnen naar buiten te werken. Omdat je natuurlijk met een brush zit en dat nooit helemaal perfect is. Dus, we gaan alvast zoveel mogelijk hier proberen mee te doen. En zometeen voor het wat preciezere werk gaan we dat heel makkelijk doen. Dan maken we simpelweg de brush gewoon wat kleiner. Dan hebben we dit hier zo gehad. En vanaf hier is het makkelijker om even wat kleiner te maken. Ik zou gewoon bijvoorbeeld in het begin even 11 pakken. En dat kan je later altijd alsnog wat kleiner doen. En dan gaan we hier alvast wat langs de randjes werken. Zodat het er wat netter uitziet. En het is niet heel erg als je een klein stukje raakt van hetgene wat je nou niet bijvoorbeeld die kleur wilt hebben. Want een heel klein stukje valt in een grote afbeelding vaak niet echt helemaal op. Maar het is wel belangrijk dat je niet echt hele stukken mee gaat pakken zoals dit bijvoorbeeld. Want ja, zoals je ziet, dan valt het wel op. En dat is precies geen wat we willen voorkomen. Dus dat haal ik even weg. En dan gaan we het vanaf hier gewoon eigenlijk alleen nog maar een beetje afwerken. Mocht je nou op een duur trouwens vergeten zijn welke kleur, wat er nou hier ook weer bijvoorbeeld de kleur is die je wilt hebben, in mijn geval rood. En dan is het heel simpel. Je drukt hier op dit oogje bij de bovenlaag, druk je even weg. En dan zie je de originele afbeelding. Dus dit hier bijvoorbeeld is ook allemaal rood. Dit hier is allemaal rood. Deze dingetjes hier niet. Dus die moeten we zien te voorkomen. Dus ik kan hier simpelweg een beetje overheen gaan. En dan is dat ook de kleur die ik wil hebben. Hier langs het randje nog een beetje. Kunnen we hier nog zo een beetje langs gaan. En hier ook nog. En daar ga ik de fout in. Dat willen we natuurlijk niet hebben. En zoals je ziet is dit het resultaat. Mocht je wat aan deze video gehad hebben, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog en abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Daar help je mij echt enorm mee. Mocht je nog vragen hebben, laat ze even achter in de reacties. En wie weet check ik jou terug in de volgende video.